Sinds begin januari zijn we bezig met de slogan Gods Reset voor 2022. Dat is niet zomaar een van de volgende slogans, maar daar zit meer achter. En we hebben al een aantal weken achter de rug en vanaf februari gaan we verder met praktijk. En gaat u praktijkboodschappen krijgen en allerlei initiatieven die ons op weg helpen naar een vernieuwde aanwezigheid van Gods heerlijkheid, van Gods blijdschap in onze levens, in de kerk en een nieuwe uitstraling. Want sinds 2 jaar is er zoveel gebeurd en ik ga daar nu niet over zeuren, maar ik ga u gewoon een Engelse slogan eventjes toelichten. En dat is: familiarity breeds contempt. Familiarity, dat wil zeggen vertrouwd zijn met, familiair zijn met dingen en mensen. Breeds betekent in deze context, zorgt voor contempt. Ik weet niet dat u dat woord kent in het Engels, maar contempt betekent minachting. En dat is eigenlijk, als we die drie woorden samen nemen, een principe dat in de meeste mensen hun leven onbewust werkt. En dat is, hoe meer je vertrouwd geraakt bent met dingen in je leven, met mensen in je leven, met zegeningen, met zelfs een ziekte. Breeds contempt. Gewend daaraan. Familiariteit, vertrouwd zijn met, zorgt dat we de dingen minder naar waarde schatten en dat we vaak onze discipline verminderen en daardoor onze standaarden verlagen. En dat heeft impact op ons werk, de kwaliteit, op onze relaties, in het huwelijk, in de vriendschappen, in de kerk, met God. En dat is een dooddoener. En dat is ook vandaag het uitgangspunt om te gaan voor een nieuwe heerlijkheid in ons midden, in ons leven. Corona heeft er ingehakt op vele wijzen, maar een van de resultaten is, de relatie met God is bij vele mensen afgekoeld met elkaar. En daar gaan we iets aan doen, omdat God onszelf de tools, de handvaten geeft. Dus vanaf nu, en zeker vanaf begin februari, komen, kijken en meedoen met Gospelkerk Vlaanderen. Er komt een nieuwe tijd. Ik wens u God zegen.